Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas Dag. Geen idee! Ik ben even de telling van de dagen kwijt. Ik weet het eigenlijk echt niet welke dag het is. Ik ga zelfs even moeten zoeken aan welke vlog we zitten. Ik denk 16 of 17. Ik weet het niet zeker. Maar deze avond hebben we een kerstfeestje met de meisjes van de scouts. Zoals jullie waarschijnlijk weten, als jullie mij al langer volgen, heb ik vroeger bij de scouts gezeten tot mijn 18e, van mijn 10 tot 18. En daar heb ik ook Céline leren kennen. Dat is good times. En we waren altijd een heel hecht groepje met 8 meisjes en we spreken nu nog altijd af. Dus vanavond doen we kerstfeestje. We gaan ook cadeautjes meenemen, dus ik ga mijn cadeautjes inpakken. Allee, gewoon kleine cadeautjes. Dus wat ik heb is deze koekjes, omdat we die vroeger op de scouts altijd aten. Maar nu ben ik wel aan het twijfelen als ik die na de scouts met Céline had of echt op de scouts. Maar ik zag ze en dat deed mij aan vroeger denken, dus ik heb die gekocht. Dan heb ik van de Body Shop de Berry Bourbonbon. Dat is een body scrub. En dan heb ik van Lush zo'n massagebar. En oei, ik kan het precies niet meer lezen. Maar die is ingepakt. Want dat is zo'n olie massagebar. Ik ga even alles inpakken. En dan, oeh, Milky. Dan ga ik nog monteren, denk ik. Nog even mijn haren nog doen, want mijn haar is nat. Ik heb me net gedoucht, dus dat ga ik nog doen. Pakjes zijn ingepakt, hè. Oei, ik kan het zo niet draaien. Oké, zo. Ik ga ze al in de toast leggen, zodat ik die niet vergeet. Want we gaan ook hapjes maken. Céline komt naar hier om 6 uur. We gaan hapjes maken. Ik ga zo toastjes maken met wat beleg. Met Céline gaat eigenlijk wraps maken. Back from the party. Ik heb niks gefilmd omdat er ook wel een paar meisjes zijn die niet graag op camera komen of zo. Dus daarom gewoon om privacy redenen heb ik niks gefilmd daar op het kerstfeestje. Maar het was super tof. We hebben Secret Santa gedaan. Dat was kei leuk. Ik heb een briefje en een notitieboekje. Super mooi, een glitter zo. Er staat op ID's. Dan heb ik ook nog zo'n de Secret Santa. Kijk, schattig. Een lichtgevend sneeuwmannetje. Kijk. Cute. Oh, die is echt schattig. En dan een vaasje. Vind ik ook wel mooi en dat past wel goed. Dit. Sorry trouwens voor het lawaai, maar ik ben Holly met Your Mother aan het kijken. Maar dit vaasje is super schattig, dat past wel kei mooi. En dan van mijn mama, allee, eigenlijk van Sinterklaas, had ik ook nog deze adventkalender van IKEA. En zakjes, deze glitteren, kijk tof. Deze ook, dat is echt leuk. En dan gewoon een grijze, altijd super handig. En ik wil die open doen, maar dan moet ik wel veel chocola eten, want we zijn al dag 16. Dan moet ik dat allemaal eten, dus ik ga dat voor morgen houden, want anders ga ik waarschijnlijk niet kunnen slapen. Ik heb trouwens, denk ik, heb ik zelfs dag... Oei, pas op, mufke. Muffin staat hier. Heb ik dag 13 open gedaan? Ja, dag 14 weet ik ook niet. Nee, want dan was de giveaway. Dus heb ik niet open gedaan. Oeh, what is this? Oh, een make-up tasje. Oh, hoe schattig is dit? Ah, cute. En dag 15 heb ik ook nog niet open gedaan. Dat is een grote. Oh, een paletje voor de eyebrows. Muffin likes it, hè. Muffin thinks it's interesting. Super tof. Deze gebruik ik ook wel soms. Allee, ik heb die al in deze kleur, dus die gebruik ik wel vaak. En dan dag 16 is hier.
Oeh, wat is dit? Healthy Mix Base Anti-Fatigue. Ah, dat is een primer. Ah, kijk, tof. Maar ik ben echt nog altijd elke dag zo impressed over de grootte van de producten. Dat is echt zot. En een make-up tasje is kei schattig, ga ik denken met chacoche doen. Ik heb echt zoveel last van hoestaanvallen de laatste dagen. Vooral al 's avonds. Oh. Echt zo mooi, ik word echt gek. Het is wat over, denk ik. En wel niet te hard roepen. Maar, Oké, poging 300. Ik denk dat mijn hoest over is. En ik ga een pilletje pakken. En dan ga ik slapen. Want het is trouwens half één. Maar ik moest nog een video editen. Dus dat moest nog even gebeuren. En nu ga ik slapen. En ik ga denk ik morgen wel nog een klein stukje verder filmen, want anders is het maar een korte vlog. Dus slaap wel, tot morgen. We zijn zo net op kantoor geweest en nu gaan we eten bij Paal 26. Soepje waarschijnlijk. Daarna hebben we nog een interview met Flair. En ik ben moe vandaag, maar het is de tijd van de maand, dus I'm feeling it so. Ja, dat zit er ook al. Ik ben ondertussen terug thuis. Het interview met Flair was goed. Het was heel leuk. Het was over een dossier. Voor een dossier van influencers. Wat ze gaan doen. Dus dat was wel super tof. Wat heb ik hier? Ik heb hier zo'n ding. Ja, oké. Okay. Het was alleszins heel fijn. We hebben ook lekker gegeten. Nog een paar 26. Ik had focaccia met... Ik denk Serrano ham of zo, dus dat was wel heel goed. Ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en ik zie jullie volgende vlog. Peace.